Voor een tweede keer doet Waylon mee aan het Songfestival. Ik ging de straat op met de volgende stelling. Waylon is dé geschikte kandidaat voor het Songfestival. Welkom bij Stellingen op Straat. Waylon is dé geschikte kandidaat voor het Songfestival. Met twijfels over. Waarom heeft u daar de twijfels over? U bedoelt Waylon de plek. Waylon de zanger? De zang, nee, ken ik niet. Kent u niet? Heeft er ook niks over gehoord? Nee, hij heeft al eerder meegedaan, dus ik heb daar niet zo heel veel vertrouwen in. Ik ben niet zo'n fan van hem. Waarom bent u niet zo'n fan van hem? Ik vind zijn stem niet zo bijzonder. Heeft u dan wel iemand waarvan u zegt, nou, die zou er wel heen kunnen? Nee, zou ik op dit moment zo niet weten. Ik ben daar niet zo mee bezig. Nee. Waylon is dé geschikte kandidaat voor het Songfestival. Sorry, Waylon niet. U kijkt geen Songfestival? Nee. Waylon is dé geschikte kandidaat voor het Songfestival. Waylon? Ja. En waarom vindt u dat? Ja, dat is gewoon een goede zanger. Heel veelzijdig. Ja. En hij heeft ook al bewezen toen met Ilse de Lange dat hij dat ze konden. Toen waren ze tweede. Dus, ja. En ik denk dat hij ook een goede smaak heeft voor nummers. Hij is niet voor niks al in Amerika bij dat grote platenlabel destijds uitverkoren. Dus nee, ik heb daar wel vertrouwen in. Nu bent het daar volledig mee eens? Ja, ja. Dan ja, moet ze wel een knijpen zo. Dat mag jij goed. Nee hoor, nee. Nee, ik vind ook, een hele goede kandidaat. Zeker. En u vindt niet dat andere beginnende artiesten de kans moeten krijgen omdat hij al een eerste keer mee heeft gedaan? Nee. Nee, ik denk, je moet je als Nederland zo goed mogelijk laten vertegenwoordigen. En dan, misschien zijn er wel hele goede beginnende artiesten, maar ik weet eigenlijk niet hoe die selectie tot stand gekomen is. Maar ik vind Waylon gewoon een hele goede zanger, dus als je vraagt, dat vind ik prima. Waylon is dé geschikte kandidaat voor het Songfestival. Ik heb mijn mening daarover. Ik denk wel. Waarom denkt u van wel? De manier waarop hij zingt. En totaal beeld en de stem. Ik vind het wel leuk. Wat vindt u er dan van dat hij voor de tweede keer mag meedoen? Ik vind het oké. Ja, u vindt niet dat misschien een andere beginnende artiest de kans moet krijgen? Dat natuurlijk wel, maar als het per se gaat over Waylon, ik kan wel zeggen dat hij is oké. Maar natuurlijk wel, die andere kandidaten mogen ook die kans krijgen. Waylon is dé geschikte kandidaat voor het Songfestival. Kennelijk heeft er niet echt mening bij. U weet niet wat voor muziek hij maakt. Nee, op dit moment ik heb niets. Ja, ik weet wel welke muziek hij maakt, maar ik vind het gewoon niet leuk. Ja, ik vind het hele Songfestival gebeuren niet leuk. Maar u vindt wel dat Nederland een beetje de goede keuze heeft gemaakt om iemand voor de tweede keer heen te sturen? Nou, eerlijk gezegd denk ik soms wel dat hij zich heeft ingekocht misschien. Ingekocht? Om weer mee te doen. Dat hij het zelf... Ik ben van mening dat het ook wel een beetje een aandachtstunt is. Een aandachtstunt voor Waylon? Ja. Ja? Ja, want waarom zou je niet voor de tweede keer weer meedoen en gun een ander ook eens een kans? Kennelijk heeft Nederland denk ik dan toch vertrouwen in dat hij nog een keer nummer 1-2 gaat worden. Nou ja, het is voor hem te gunnen. Voor hem vind ik het leuk, want hij maakt goede muziek. En ik vind het daarom juist heel jammer dat hij met het Songfestival meedoet. Waylon is dé geschikte kandidaat voor het Songfestival. Jawel. Waarom vindt u dat? Ja, dat ik goed kan zingen. Omdat hij goed kan zingen. Vindt u niet dat beginnende artiesten eerder een kans moeten krijgen omdat Waylon al een keer is geweest? Ja, vind ik wel. Ja? Ja. Vindt dat iedereen eigenlijk gewoon even gelijke kans verdient? Ja, dat vind ik ook. Zoals u heeft kunnen zien zijn de meningen verdeeld. De een wist niet eens wat het Songfestival was en de ander vond het maar een aandachtstunt. Dit was Stellingen op Straat en tot de volgende keer.